onze racekaart. Onze racekaart loopt op biodiesel. Ze hebben ons dus benaderd vanuit het Drenthe College of wij daarvoor open stonden om een project te volgen met de kaarten. Dus een uitzonderlijk project waar dus ook een uitwisseling plaatsvindt tussen Duitsland en Polen. Deze studenten hebben gewerkt aan een alternatieve aandrijving voor karts, wat innovatief moest zijn. De grootste uitdaging zat er eigenlijk in om te kijken hoe die dieselmotor, hoe die nou op biodiesel zou kunnen gaan lopen. Nou, daar zijn de jongens, dat hebben ze volledig zelf gedaan overigens. Die hebben daar bij verschillende bedrijven informatie in gewonnen. En zo zijn ze tot een oplossing gekomen met een tankje biodiesel, wat verwarmd wordt, op de juiste temperatuur gemaakt wordt en zodoende bruikbaar is voor deze motor. Biodiesel moet ietsje verwarmd worden. Nou, we hebben het iets verwarmd. Vooral de brandstof, en dat maakt ook dat er bijvoorbeeld zonnebloemolie of andere olies in kunnen. Het is vooral ook leuk, je leert aldoende wijze leren met dingetjes omgaan. Je komt toch altijd problemen tegen. De dieselmotor die bleek te sterk te zijn. En elke keer de koppelingen die branden eruit. We hebben in totaal 3 koppelingen opgebrand. Maar ja, aldoende leert men en nou is het goed. Hier is duidelijk een einddoel waarbij er een machine, een kart moet rijden volgens bepaalde normen. Ja, en dat daagt die mannen wel uit. Wij willen waar mogelijk de leerling graag zoveel mogelijk brengen, als het kan iets extra's. Daarmee de praktijk en de theorie ook bij elkaar willen brengen. Ik vond het een zeer uitdagend project. Het was heel veel werk, we hebben er veel uren in moeten steken. Ook veel vrije tijd om het allemaal rond te kunnen krijgen. Ik vond het een super project. Ik heb er veel van geleerd. Het is zeker voor de herhaling vatbaar.